Om deze kip quinoa salade te maken beginnen we met wat kipfilet. Deze sla ik plat zodat het makkelijker gaar wordt. Neem dan een ziplock bag, een afsluitbaar zakje en rasp hier wat knoflook in en rasp ook een vers stukje gember. Dan heb je nog je favoriete honing nodig. Ik gebruik hier gewoon een honing die ik in de kast heb liggen. En doe er low sodium sojasaus bij. Sojasaus met minder zout. Voeg hier de platgeslagen kipfilet aan toe. En sluit het zakje af en meng alles goed. Laat dit geheel 1 tot 2 uur in de koelkast marineren of overnacht. Ondertussen bereid je de quinoa. Ik gebruik hiervoor een rijstkoker, maar je kunt ook een gewone pan gebruiken. Je hebt voor 1 kopje quinoa ongeveer 2 kopjes bouillon nodig. Je kunt elke bouillon gebruiken die je zelf maar lekker vindt. Dit is een rundvleesbouillon, maar je kunt ook een groentebouillon gebruiken. Na het marineren kun je de kip in een pan met olie op middenhoog vuur tot goudbruin bakken. Controleer goed of de kip wel gaar is. Als de kip gaar is, kun je het op een plank leggen en met 2 vorken tot stukken scheuren. Maak deze stukken zo groot of klein als je zelf wilt. Neem dan een grote kom, ik gebruik hier gewoon een beslagkom. Doe daar jouw favoriete slamix in. Doe de afgekoelde quinoa erbij. Een sinaasappel. Wat verse tomaatjes en ook nog zongedroogde tomaatjes voor een lekkere zure bite. Voeg als laatste de kip er dan nog naartoe en meng het goed door. En zo heb je een heerlijke salade. Deze salade heeft geen dressing nodig, maar bevat super veel de smaak van de kip en alle andere ingrediënten. Wil jij ook deze heerlijke zomerse salade op een warme dag proberen? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.